Het kerkplein van Driebergen-Rijsenburg stamt uit de Napoleontische tijd. Het ensemble bestaat uit twee bogen met arbeiderswoningen rond een plein. Een katholieke kerk met daartegenover aan de andere kant van de hoofdweg het wapen van Rijsenburg, een herberg. Het geheel is uniek in Nederland. De Belgische koopman P.J. van Oosthuizen, die getrouwd was met Margaretha van Oosthuizen de Jong, had veel geld verdiend door verkoop van knopen en uniformen aan het Franse leger. Hij kocht in 1806 de resten van de heerlijkheid, bestaande uit grond met enkele boerderijen. Daarmee kocht hij tevens de titel Heer van Rijsenburg, waar hij heel trots op was. Van Oosthuizen was een devoot katholiek. Voor zijn katholieke geloofsgenoten liet hij daarom een kerk bouwen achter het halfcirkelvormige plein, de Sint-Petrus-Bandenkerk. Na toestemming van koning Lodewijk Napoleon werd de kerk, samen met het erachter gelegen kerkhof, in 1810 in gebruik genomen. In de loop der jaren is de kerk, gelijk op met de groei van het aantal parochianen, enkele keren uitgebreid. Bij de kerk werden woon- en koetshuizen gebouwd, in twee bogen rond het plein. Recht tegenover de kerk bevindt zich hotelrestaurant Het Wapen van Rijsenburg, vroeger een herberg en voormalige rechthuis van de gemeente. Het gehele ensemble heeft de status van beschermd dorpsgezicht.